MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV. Eerder dit seizoen maakten we al kennis met Tijmen Goppel door een kooksessie in Stadion De Geuselt. En vandaag zijn we bij hem thuis uitgenodigd en gaan we kijken hoe hij woont. Ja, hoi. Ja, hey, Tijmen. Hoi, goeiemiddag. Hoe is het? Goedemiddag. Ja, ja, hoe met jou? Ik zie... Ja, hij gaat ook in naar buiten. Hey. Kom maar binnen. Hey, hallo. Oh, man, wie is dit? Dat is Mowgli. Is dat je huisvriend? Ja, dat is mijn grote vriend. Ja? Ja, ja, ja. Ja? Maak veel lawaai. En hij wil altijd naar buiten als ik er naar buiten ga, maar... Wel gezellig met hem, hè? Hij zit hier zo alleen, dus... Ja, precies, precies. Want... Wel gezellig. Hoe kom je aan hem? Is hij ook al van... Had je maar ook al in Den Haag? Je daar voetballen? Nee, die is zo binnenkomen wandelen, joh. Die heb ik nu, hoe oud is die? 8 maanden, denk ik. Ja? 6 tot 8 maanden, denk ik. Maar nee, hij is hartstikke gezellig. Ja. Goede gesprekken met hem? Ja, 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 hij slaapt altijd bij mij, dus heb ik een maatje. Nee, dat is heel gezellig. Oké, oké. Hey, zullen we even over MVV gaan hebben? Lekker gezellig op de bank? Ja? Ja, is goed. Tijmen, hartstikke leuk dat wij door jou zijn uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen. Ja, ik vind het gezellig dat jullie hier zijn, dus dat scheelt. Ja, hartstikke mooi. Vertel, je zit hier sinds je komst naar MVV. Ja, vertel eens over je plekje. Nou ja, ik kwam hier natuurlijk. Ik zat eerst in het hotel tegenover MVV. Mm. En dan, ik wilde eigenlijk al snel naar huis. Maar het is nog best moeilijk met MVV in Maastricht, met al die studenten en zo. Mm. Dus best wel lang gezocht en uiteindelijk was dit vrij en het is dicht bij de stad, best wel dicht bij MVV. En als je dan toch een jaartje in Maastricht bent, dan is het wel lekker als je gewoon op een goede plek zit, denk ik. Ja. Ben je dan vaak ook thuis of ben je juist vaak weg? In het weekend ga ik sowieso meestal naar mijn ouders toe, dus naar het westen. Maar door de week ben ik wel veel thuis. Af en toe na de training doe ik een koffie inderdaad, wat ik al zei. En, ik probeer niet de hele dag thuis te zitten, want dan ga ik me vervelen. Maar, nee, ik denk wel goed verdeeld. Af en toe relaxen hier en af en toe lekker wat doen. Ja. Hoe ziet de toekomst voor jou uit? Kun je daar al iets over zeggen? Nou ja, ik heb een optie in mijn contract bij ADO. Even afwachten hoe dat allemaal gaat lopen. Ik heb nu een jaar veel gevoetbald. En ik kan er nog stappen in maken, denk ik. En ik denk ook zeker dat ik die nog ga maken en dat ik die aan het maken ben. Maar ik weet wel dat ik... altijd zou kiezen voor het voetballen, laat maar zeggen. Altijd voor het sportieve en... Niet per se geld, bedoel je? Nee, ja, dat niet eens. Maar gewoon, ik heb zo naar mijn zin om dat ik gewoon voetbal dat ik plezier maak. Dat ik gewoon volgend jaar, ongeacht waar ik ook speel, dat ik gewoon lekker wil gaan voetballen en plezier wil gaan maken. En dat heb je denk ik alleen op het veld. En dat zou ik wel meenemen in mijn beslissing uiteindelijk. Ja. Ik had me ook zo kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld had gezegd dat je het niet naar je zin had. Omdat MVV natuurlijk dit seizoen een wat minder jaar vooralsnog beleeft. Ja. Maar waar zit het plezier hem dan in? Nou, op het veld sowieso met het team. Ik denk dat wij, ik vind dat we een heel leuk team hebben. Goede gasten en sportief, ja, moeilijk. Ik denk wel dat we stappen maken. Ik denk dat je dat ook wel ziet. Die 3-0 thuisoverwinning tegen Go Ahead. Maar die staat er denk ik ook wel voor, dat we daar goed voetbal hebben laten zien. En dan valt wel alles op de goede plek. Maar raar is dat, want dan een week na Telstar speel je gewoon een prima eerste helft. En dan de tweede helft speel je eigenlijk gewoon ontzettend slecht. En dat is jammer, want we waren best wel goed bezig voor mijn gevoel. En gelukkig heb je elke week een wedstrijd. Dus kan je het volgende week weer herstellen. Maar... Ja, er is nog een wedstrijd of 10 te gaan tot aan het einde van het seizoen. Wat is er nog mogelijk, denk jij? Want ja, wil je play-offs halen, zul je op een gegeven moment een serie moeten gaan maken, denk ik. Nou ja, we hebben een goede reeks nodig. Ja, echt een goede reeks. En die is haalbaar, maar moet ook reëel zijn. Het wordt wel moeilijk. Ja. Jijzelf bent denk ik toch wel een van de publiekslievelingen van dit moment. Hè? Met je rushes aan die rechterkant en je acties. Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling hier in Maastricht? Ja, ik zei het net al. Ik tevreden misschien een beetje, maar het kan altijd beter, denk ik. Bepaalde dingen moet ik nog wel stap in maken. Zoals? Afwerking, denk ik. Dat kan beter. En... positie kiezen voor de goal kan beter.
ik merk wel dat ik steeds vrijer word in mijn hoofd en dat zelfvertrouwen groeit en dat ik daardoor ook wel betere wedstrijden aan het spelen ben. Ik zie ook in het kader van jezelf bezighouden dat je, daar hangt een dagbord en ik zag daar pingpongbedjes liggen. Ja. En dan was ik mezelf aan het bedenken, omdat ik natuurlijk zelf heel goed ben in darten en pingpongen. Ik wil je uitdagen in één van die twee spelletjes. Nou, dan zullen we pingpong doen, darten, dat, die jongens bij ons in team darten heel veel. Ja. Die jonge gasten, maar hij zijn nog een stuk beter dan ik. Ik pingpong redelijk, maar ook weinig veel last zijn. Maar we kunnen het proberen. Ja, dat wil ik graag zien, Tijn. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het proberen. Ik ben de Lionel Messi van het pingpong, dus gaan we hem eens even aanpakken. Nee, voor de surf. Kijk, voor de surf. Ja? Ik ken de regels niet eens, joh. Nee, joh. Hey, wow. Ja, tuurlijk. 1-1. Hop, ik ga hem wel terug, maar niet. Hop, 3-1. Hop, je moet hem daarin slaan, hè? Oh, daar is hij. Dit is geen echte tafel, man. Waarom gaat het niet goed? Moet ik hem anders zetten? Moet ik met links voor jou? Oh. Ah, dat gaat wel. Ah, kiezerik, jongen. 5-3. Tuurlijk! Oh, wat slecht! Oh, tuurlijk! Oh, nee! Ah, oh, wat slecht! 9-6. Oh, jongens, kom op, man! Hoe wil je dat ik het afmaak? Is matchpoint, hè? Ja, dat is wel pijnlijk. Staat op camera, hè? Staat op camera. Ja, dat is... Wat gebeurt er? We doen het rustig, Oh! Deed die pijn? Tijmen. Is dat alles? Je hebt me gespaard. Die 11-5 was al genoeg. goed je best gedaan. Ja, dankjewel. Volgende keer beter. Nou, ik vond het in ieder geval een leuke battle. Ik vind het alleen jammer dat je geen echte pingpongtafel had, want dan had je waarschijnlijk verloren. Dat zeg ik wel even erbij. En ook bedankt voor dat we bij je langs mochten komen. Ik vond het gezellig. Ja, ik vond het ook gezellig. Ik vond het leuk dat jullie er waren. En, als iemand een bakje koffie wil doen, altijd welkom. Of een potje wil tafeltennissen. Potje tafeltennissen, altijd welkom. Een potje darten. Ja. Wel met kontje knallen tot gevolg, dat dan wel. Darten win ik niet, dus dat scheelt. Nee, daar had ik de volgende keer gaan we darten. Want daar, dat kan ik echt niet, daar ben ik super slecht. Ja, had het dan gezegd. Ja. Maar goed, in ieder geval, Tijmen bedankt. U bedankt voor het kijken naar deze aflevering MVV TV vanuit het huis van Tijmen Goppel. Graag tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.